Voor veel mensen een grote ergernis, asociaal gedrag. En daarom komt Sieren met een nieuwe campagne. Onder de hashtag Doe is lief probeert de stichting er wat tegen te doen. Hashtag Doe is lief, een nieuw woord met een positief handelingsperspectief. Op een neutrale toon laten we de harde cijfers spreken. 146.571 scheldtweets met het woord kanker in 2018. Gevat in een beeldmerk dat meekleurt met de huisstijl van sociale kanalen en andere merken die mee willen helpen. Zoals ARAG Rechtsbijstand en Lidl, die de campagne adopteren voor hun eigen webcare en intranet. Of de politie, die een lokaal campagne meevoert. De politie Amsterdam ontving vorig jaar 13.248 telefoontjes over geluidsoverlast. Doe eens lief. Vandaag is de dag van lief doen voor elkaar, toch? Vanuit, weet iemand dat? Doe eens lief. Nooit eerder kreeg een sierencampagne zoveel persaandacht. En de journalisten zijn ook nog eens ontzettend lief. Doe eens lief. Ja, toch nou. Vind ik dat leuk. Gewoon doe eens lief. Misschien als u zegt hashtag doe eens lief. Doe eens lief. Goeie campagne. Goeie campagne. Even later is de speciale Doe eens lief dag wederom hot nieuws. Om de campagne extra kracht bij te zetten, beantwoorden studenten vervelende reacties op internet. Tegen asociaal gedrag reageert Sieren vandaag op onaardige berichten op sociale media met de term doe eens lief. Je kunt ook zelf iets doen. Op doeslief.nl, waar een stream actuele tweets de noodzaak van de campagne nog eens bevestigt, kun je een pakket downloaden met speciale emoticon-gifjes. We hopen natuurlijk ook dat de hashtag doeslief massaal gaat worden gedeeld. Dat mag je wel zeggen. Hashtag doeslief is dagenlang trending topic en staat in de top 100 meest gebruikte reclametermen op social media nu al op nummer 4. 83% van Nederland kent de campagne, 32% heeft hashtag doeslief zelf actief gebruikt en 29% heeft iets aardigs gezegd of gedaan wat ze normaal niet zouden doen. Dankjewel. Namens alle lieve mensen die hebben meegewerkt en Sieren.